Aan de Van Melwijkstraat is een nieuwe expositie Vitrage. Hiervoor zetten drie uiteenlopende kunstenaars hun werk bij elkaar. Ook gaan ze hun artistieke krachten bundelen. Op de expositie hangt een doek waar ze samen aan gaan werken. Wij gingen voor u een kijkje nemen. Jullie doen deze expositie met drie verschillende kunstenaars. U werkt samen met twee hele jonge kunstenaars. Hoe bent u tot die samenwerking gekomen? Ten eerste hou ik ontzettend van samenwerken, uitwisselen. En deze tijd die zo snel verandert. Ik dacht, en deze jongens ken ik, want ik zat eerst in de Nieuwstad in een groot pand met werk. En zij kwamen ook en ik kende hun werken. En ik ben helemaal dol op hun eigen open manier van in het leven staan. Hoe zij zich manifesteren via het doek. En eigenlijk wilde ik kijken, wat gaat dat doen als we dus een samenwerking hebben? In hoeverre heeft dat invloed? In hoeverre spreekt mijn uiteindelijk toch wel een oude kunstenaar nog bij de jongeren, bij deze twee. Kan je vertellen, wat zijn de verschillen tussen jullie? Er zijn heel veel verschillen. En juist doordat er heel veel verschillen zijn, zijn er ook heel veel overeenkomsten. Dat we misschien zo verschillend zijn. Maar voornamelijk eigenlijk de manier waarop wij kunst interpreteren is eigenlijk heel erg hetzelfde. Maar hoe dat zich uit op een doek, dat is heel verschillend. Wat is er allemaal te zien op de expositie? Het is een verzameling van individueel werk. En individueel werk wat we samen hebben neergezet. Dus we hebben verschillende schilderijen gecombineerd met elkaar, waardoor er eigenlijk een nieuwe kunstwerk ontstaan. Jullie gaan ook een doek samen maken. Hoe gaan jullie dan te werk? We gaan kijken in hoeverre we met elkaar kunnen jammen. Een beetje action paintings, zo noem je dat. Jullie doen het met drie verschillende kunstenaars. Kan je vertellen, wat zijn de verschillen tussen jullie drie? Eigenlijk, we maken totaal verschillend werk. Jet heeft best wel klassiek werk, die is al super lang bezig. Zowel Jet en ik zijn vrij kleurrijk. Mijn werk is wat rustiger. En vooral de thematieken verschillen ook heel erg. En wat hopen jullie over te brengen op de mensen met deze expositie? Ik denk voor mij dat dat vooral is dat we een open expositie, een open podium hebben waar mensen makkelijk naar binnen kunnen lopen. Doordat we eigenlijk het werk zo verschillend is en we het zo gemengd hebben, is de brug tussen zeg maar een galerie waar de presentatie zo strak is, hier is het super speels. En vooral gewoon het plezier van wat wij hebben in het maken van ons werk, dat ook meegeven aan de kijker.